Amar, even terug naar het vorige seizoen. 26 basisplaatsen, 11 assists, 5 doelpunten. En de oogst van dit seizoen is 1 keer een basisplaats tegen Jong Utrecht. 8 keer ingevallen, wel op het wedstrijdformulier. 1 goal, 1 assist. Wat is jouw conclusie dan? Ja, het vorige seizoen beter was. Maar ik moet zeggen dat ik dit seizoen ook een paar keer wel goed ben ingevallen. Dat er meer assists had kunnen zijn of goals. Dan zat ook geen geluk bij. Aan de andere kant kun je zeggen van vorig seizoen was het als geheel beter. Als je het afzet tegen de resultaten tot nu toe van ADO. En dan zit je ook beter in je vel. Maar het feit dat je pas 1 keer in de basis hebt mogen acteren tegen Jong Utrecht. Is dat niet een enorme teleurstelling geweest? Ja, natuurlijk. Iedereen wil spelen. Maar ik doe mijn best. Ik probeer mijn kansen te pakken. En dan zien we wel. Krijg je dan een verklaring voor het feit waarom? Want ik neem aan, tegen Jong Utrecht heb je het beslist niet slecht gedaan. En dan werkt daarna ga je naar Zwolle en dan moet je weer vanaf de bank beginnen. Ja, de trainer zegt dat hij over iedereen tevreden is. Ja, dat laat hij ook zien. Ik val elke keer in. Het zit allemaal dicht bij elkaar voor een goede buitenspelers. Had je niet gerekend op een verlenging van die basisplaats tegen Utrecht? Tegen Zwolle dan? Ja, of ik er gerekend op had, weet ik niet. Dat zie je op de dag voor de training en dan, de dag voor de wedstrijd bedoel ik. Dan zie je dat en moet je daarmee omgaan. Wat is nu het grote verschil tussen vorig seizoen en dit seizoen? Uiteraard de punten die je dan niet haalt. Maar wat is jouw optiek het grote verschil met vorig seizoen? Vertrouwen, denk ik. Op dit moment vertrouwen. Dat we slecht zijn begonnen tegen Heracles. We daarna wel goed doen, maar elke keer ja, net niet. Dus gewoon, vertrouwen is gewoon het woord, denk ik. Het feit dat het vertrouwen ontbreekt, heeft natuurlijk te maken met het feit dat je geen resultaat haalt. Zwolle, dan pak je weliswaar gelukkig een 2 winst op de koploper van destijds. En dan 2 weken later Jong PSV, dan gaat het weer helemaal de verkeerde kant op. Zijn dat de onverklaarbare dingen in de sport? Ja, kijk, tegen Zwolle wil ik niet zeggen dat het ongelukkig was. Ik denk dat het meer verdiend. De goals waren ongelukkig. Maar we hebben gewoon goed gespeeld. Tegen Jong PSV spelen we ook goed, het eerste kwartier. Alleen in de omschakeling staan we gewoon niet goed. Corners, omschakelingen, dat kostte ons de wedstrijd. Maar qua spel vond ik ons niet slecht. Je zegt het eerste kwartier deden we het goed. Maar goed, dan heb je nog 75 minuten te gaan, hè? Ja, de omschakeling. Want als je kijkt, de goals en de kansen van PSV, puur omschakeling vanuit onze corner. Waar wordt dan de nadruk op gelegd als je weer aan een nieuwe trainingsweek begint richting de wedstrijd van vrijdagavond tegen Eindhoven? Ja, kijk, elke tegenstander is anders. Nu gaan we ook anders spelen. Eindhoven speelt met 5 verdedigers, met wingbacks. Dus elke wedstrijd vraagt wat anders. Heb je al een indicatie gehad of een verwachting richting komende vrijdag dat je er nu wel bij bent vanaf de eerste minuut? Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. Het is nog niet bekend. Even naar je persoonlijke situatie. Je hebt nog een contract tot juni volgend jaar. Met nog een optie, eenzijdige optie van de club. Heb je al ideeën ten aanzien van of je dat uit gaat dienen? Of? Nee, eerlijk gezegd ben ik daar niet mee bezig. Het is pas oktober en het is nog een lange tijd. Eindhoven, komende vrijdag de tegenstander. Je hebt altijd bij Jong PSV gezeten. Is dat nog een speciale wedstrijd voor je, Eindhoven? Nee, eigenlijk niet. Maar Jong PSV letten we daar niet zoveel op. Nee, ik heb daar niks mee. Het is wel de laatste wedstrijd van de eerste periode. Dus je zou kunnen zeggen van daarna begint de tweede periode en we gaan weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, dat is wel de insteek. Om de tweede periode, als we die winnen, zijn we gewoon bij de play-offs. Dus het zou mooi zijn. Dirk, toch even terug naar afgelopen vrijdag aan tegen Jong PSV. Hoe is het dan mogelijk dat je 2 weken daarvoor tegen de koploper de punten pakt met behoorlijk voetbal, ja. En dan tegen Jong PSV, met name de eerste 45 minuten, behouden ze de eerste kwartier, want toen had je mogelijkheden en kansen, dat het zo terugvalt? Nou, ik vond de eerste 20, 25 minuten dat wij behoorlijk goed speelden. Dat we echt controle hadden over de wedstrijd. Buiten het feit dat de tegenstander af en toe gevaarlijk werd door middel van een corner. Of een vrije trap, notabene van onszelf. Maar die konden we op dat moment ook nog pareren. Ik denk dat we een hele goede kans krijgen om op 1-0 te komen. Dus die eerste 25 minuten waren gewoon goed. Eigenlijk uit het niets krijgen we een goal tegen. Door middel van een afstandsschot. Dat was buiten de eerste bal die van ver werd geschoten op de goal van Hugo die net naast ging. Was dat het eerste schot wat op goal kwam. Zonder druk op de bal van jullie kant. Hoe bedoel je zonder druk? Nou ja, die klaartje kon eigenlijk vrijelijk uithalen. Nou, er was wel druk op de bal, maar Gregor die gleed uit, waardoor hij uit positie werd gespeeld. En vervolgens die jongen op doel kon schieten inderdaad. En dat was hun eerste schot op goal.
En daarna zijn we gewoon doorgegaan. Wat uiteraard natuurlijk een behoorlijke domper was voor ons allemaal. Maar doorgegaan en hebben we daarna uit een omschakelmoment, uit een corner of een vrije trap van onszelf, de goal tegengekregen. En uit een corner een goal tegengekregen. En dat waren de drie momenten die PSV gevaarlijk werd. En dan is alles inderdaad ook heel negatief en begrijpelijk. Want 3-0 achter in eigen huis tegen Jong PSV, daar word je niet vrolijk van. Maar ik heb wel dingen gezien dat het anders had kunnen zijn. En dat is enorm teleurstellend, want juist zoals je zelf zegt, en daar ben ik het mee eens, tegen Zwolle doe je het goed en dan wil je die lijn doortrekken. Dus het is doodzonde dat we dat niet hebben gedaan. Vervolgens denk ik de tweede helft dat het elftal een hele goede reactie heeft. We komen goed uit de kleedkamer, we maken gelijk 3-1. En Sanders had een goed schot, wat zomaar de 3-2 had kunnen zijn. Nou, ik denk dat we dan een wedstrijd hadden kunnen krijgen waarin we in ieder geval de wedstrijd niet hadden hoeven verliezen. En zelfs misschien nog wel hadden kunnen winnen. Als dat mee zit. Maar goed, dat zat het niet. En vervolgens probeer je door middel van wissels druk op de tegenstander te houden. In het geval van de wissel met Max en Silvinho hadden we even tijd nodig om de controle op het middenveld te krijgen. Nou, na 10 minuten gebeurde dat ook toen Mario Bilaat in het veld kwam. En aan het einde van de wedstrijd creëren we ook nog een aantal kansen, mogelijkheden. Waarin we in ieder geval tot het laatst toe er alles aan gedaan hebben om het resultaat zo goed mogelijk te maken. Uiteindelijk verlies je dan. Ja, supporters die kijken natuurlijk alleen, meestal alleen naar het resultaat. Ja, dan hoor je op bepaalde spreekkoren die jou niet onbekend voorkomen. Ja. Wat doet dat met je? Nou, ik kan het wel begrijpen. Ik bedoel, supporters kijken alleen maar naar het resultaat. En vaak ook terecht. Want het is voor ons allemaal teleurstellend. De plek op de ranglijst waar we staan. Het is teleurstellend als je verliest van Jong PSV. Ja, en als ze hun dan vanuit hun emotie een reactie geven, ja, dan is dat zo. En aan mij de taak om samen met de mensen hier dat zo snel mogelijk te veranderen. En dat is waar ik mijn energie op richt. En ik kan daar prima mee omgaan. En heb ook een keer voor de camera gestaan en gezegd, nou ja, dit is niet de manier van supporter. Maar ik vond wel gedurende de wedstrijd dat ze achter de ploeg bleven staan. Tenminste, grotendeels zoals ik het kon ervaren. En dat vind ik fijn. En dat zij wat minder zijn, tevreden zijn met de resultaten. Dus ook met de trainer. Het zij zo. En ik kan het maar op één manier veranderen. En dat is door resultaat te halen. Komende vrijdag thuis tegen Eindhoven. Een ploeg die nog niet verloren heeft. Staan niet voor niks op de derde plaats. Ja. Hoe schat je die ploeg in? Ja, het is een hele goede ploeg. Een degelijke ploeg. Weinig goals tegen. Nog niet verloren. Maar daar ligt voor ons de uitdaging om te laten zien dat we met de sterkere ploegen mee kunnen gaan. En in eigen huis dat we in staat moeten zijn om van elke tegenstander te winnen. En de grootste waarheid ligt op dit moment bij onszelf. En daar zijn we dan ook volop mee bezig. En we gaan er alles aan doen om die wedstrijd te winnen vrijdag. Tot slot, het is natuurlijk een cruciale wedstrijd voor ADO, maar ook met name voor jou. Zie je het als een soort eindexamen? Nee. Ik leg de lat bij mezelf altijd heel erg hoog. Ik wil elke wedstrijd winnen. En elke wedstrijd dat ik niet win, ben ik teleurgesteld. Of dat nou een gelijkspel is of een verlies. Ik ben een winnaar. Dus voor mij is elke wedstrijd de allerbelangrijkste. En ik zeg altijd tegen mezelf, de eerstvolgende wedstrijd is het allerbelangrijkste. En we zijn bezig met Eindhoven, dus die is op dit moment het allerbelangrijkste.